Het is zo tering warm, man. What the fuck? Ik heb echt zin in een ijsje. Ah, laten we nu eens toevallig waterijsjes maken voor een video. Ik ga heel veel ijsjes maken van verschillende drankjes. Wat zijn de drankjes? We beginnen met iets van een Aldi. Golden Power is momenteel nu heel bekend onder de jongeren. Dan hebben we de rivaal, iets wat van de Koolruid dus is. Rodeo, ook heel bekend bij de jongeren. We gaan veel energiedrankjes zien voorbij komen. En dan ja, mijn eigen merk, maar dan niet de klassieke, want die lijkt het meeste op Rodeo. Namelijk Rockstar Punch. Die gaan we er ook lekker ingeten in zo'n ijsje. Dan komen de rare smaken. Ik dacht, er moet toch wel een biertje bij. Ook al ben ik belangen nog geen 16, geen bier drinken voor je 16 mensen. Het is niet goed, ook al doe ik het zelf. Maar ik kan dit eigenlijk echt niet officieel bier noemen. Maar het moet een goed, lekker zoet smaakje hebben. En daarom hebben wij dus een Rodenbach gepakt. Wat we ook gaan doen is, deze gaat denk ik niet zo heel lekker worden. Namelijk Fristy gaan we er ook in kappen. En dan het laatste, deze kan wel lekker worden. Namelijk Cassis, gemaakt van zwarte bessen dus. Ja. Omdat ik maar een paar stokjes erin heb kunnen zitten, en ik vind dus random niet die andere stokjes, gaan we het moeten doen met lepels als likstokjes. Vergeet zeker niet te liken, te abonneren. Hopla, zo zien jullie dat weer. En dat is namelijk de Cassis. We hebben denk ik wel genoeg drankjes. Van welke dat ik het meest wil proeven is namelijk de Cassis. Want die kan volgens mij lekker zijn. Oh, maar nou alstublieft zeg. Ik had nog liever dat je zat ook. Die zijn goed. Oké, next. Ik denk ook wel dat deze lekker kan zijn. De Rockstar Golden Punch. Nu moet ik eigenlijk hopen dat die perfect gaat gaan. Dit gaat zo vaart lopen. Huh? Ik dacht echt dat die roos ging zien. Hè? Huh? Dat ziet er kei normaal uit eigenlijk. Ja, no shit. Nou, nu moet ik alsjeblieft ook gaan omdrinken. Terwijl het eigenlijk niet mijn favoriete smaak is, maar bon. Next! Golden Power. Ik denk dat die lekkerder gaan zijn, dus ik heb die in een grote. Ik hoop het echt wel redelijk hard dat die lekker gaan zijn, anders... Een van de beste energiedrankjes ooit. Welke dat minder gaat zijn, dat is denk ik volgens mij Fristy. Zo. Oh, ik moet eerst schudden. Altijd schudden met je Fristy, mensen. Dat is heel belangrijk. En ik moet die allemaal nog gaan proeven, hè. Dat is nog het eerste. Oeh, ik moet oppassen, hè. Oh, nee! Er is een Fristy in mijn dingen gekomen. In mijn kassies. Godverdomme, dan wordt dat Fristy kassies. Bah! Rodeo! Daar wil ik ook wel heel veel van proeven. Oké. Okay. Even rechts staan, zodat ik dat pintje hier kan opdoen. Oh mijn godverdomme. Ik heb hier zo helemaal geen plaats. Oh mijn teringjantje. Oh, en zobiet met daar nog naar mijn dief is gekomen. A few moments later. Oeh, ja. Dat is heel erg lekker, ja. Ik zal altijd deze doen, dat het een beetje goed verdeeld is. Nee! God voor de kleren, tyfus. Nou,
Leuk! Heel dat bier naar de kloten. Dat bier is ook gewoon helemaal niet eens goed gevuld, hè? Even plaats maken in de diepvries. Dit gaat lastig gaan. Oké, dat kan nog niet. Beuven. En daar kunnen we dat dan al zitten. Yeah! Even de camera hier zitten. Ze zitten erin, dames en heren. Nu gaat de ijskast toe. En nu gaan we wachten. Toppie! Raad eens wat klaar is. De ijsjes! Dan gaan ze allemaal één voor één testen. Is een ram aan het uitkomen, dat is echt raar. Frissi is gewoon al yoghurt geworden, hè, besef. Besef? Hoe nice dat is! Oké, ik ga die even naar daar brengen. Oké. Ik ben echt benieuwd, mensen, maar echt. Ik ben fucking benieuwd, echt. Laten we beginnen met de minste waar ik het eigenlijk echt het minste van heb verwacht. Ga ik verbaasd zijn? Ja of nee? De Fristy. Ik denk persoonlijk dat die Fristy gewoon... Oh! De dingen is eruit gekomen. De Rockstar. Dit is dus de Rockstar. Super mooi ijsje dus geworden. En let's prove it. Damn, dit is verrassend lekker. Ik vind hem heel lekker. Heel lekker, ja. Waarom wil die dingen er niet uitkomen? Waarom? Kom er nu uit! Je wilt er echt niet uitkomen, ze. Oké, goed. Problem. Oké, laten we gewoon overgaan naar de tweede mensen waar ik het van verwacht heb. Le bieren. Oeh. Dat is heel... Oeh. Dat is heel zuur geworden. Rodenbach een 3 op 10. Rockstar een verrassende 8 op 10. En nu het, die hiervan verwacht ik het meeste. Die laat ik er nog even inzetten, want daar verwacht ik ook echt wel veel van. Dit waren de twee. De Rodeo en de Golden Power. Maar ik vind wel welke daar Rodeo is en welke Golden Power. Nee! Een ijsje! Huh? Dit was dus Golden Power, maar... Ja, dit is Golden Power. Dat proefde wel.
Het is gewoon een slushpuppy geworden. Kut, hè? En dan waren ze van die toffe mannetjes geworden. Oké, next. Dan is dit de rodeo. Ja, mooi. Ja, lekker, maar het is gewoon koud aan mijn tanden. Oh, mensen, ik ben zo verdrietig. Nou, ik heb een ding eruit. Kijk, mensen, je hebt kut ijsjes om aan te zuigen en je hebt goede ijsjes om aan te zuigen. En natuurlijk, en dan was die Rockstar een goed ijsje om aan te zuigen. En dan heb je zo'n frisie, dat is weer zo'n kut ijsje om aan te zuigen. Ja, dit doen we straks. En dan hebben we nog de dingen. Ja, dat gaat ook dus te moeilijk. Ja! Ja, 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 ja! Ja! Oké. 3, 2, 1. Nou, dit is dan weer niet zo'n goede ijs om aan te zuigen. Niks qua verbazend aan smaak. Nee, je moet geen cassis in zo'n vorm gooien, want dat is kut. Oké, we moeten nu alleen nog die klote frisie doen. Maar deze is echt wel heel lekker. Wat ga ik doen? Oké, wacht hè. Ik ga deze weggooien, want what the fuck is dat voor een kut ijsje? Deze ook. Dan pakken we deze ijsjes. En gaan we dat proberen zo warm te maken, snap je? Zodat dat eruit gaat. Wacht hè. Oké, laten we deze gewoon hier proberen. 3, 2, 1, het frisse ijsje. Oh, 3, 2, 1. Het is eigenlijk gewoon yoghurt geworden. Smaak is goed. Maar het is gewoon sperma geworden. Maar wel lekker. 7 op 10. Why not? Dus de aanrader is, je moet het ijsje pakken. Je moet natuurlijk het beste merk van allemaal pakken, namelijk Rockstar, en daarvan een ijsje maken. Echt fucking lekker. Als jullie willen dat ik ook eens, oftewel zo'n random Rockstar taart maak of zo. Doe dan een like in. Is echt lekker. Ik dacht echt dat dat vies ging zijn. Maar dan proefde ik. En dan was hij in mijn kop. Allee ho, moet allee ho, moet allee ho. Ja, dat was dat dus. Echt. Nou. Ik ga verder opeten. Vergeet niet te liken. Dat meneer. En dan zie ik u in de volgende video. Jukes Malajukes. Wacht, dat heb ik nog nooit gezegd. What the fuck is dat zelfs? Malajukes. Malajukes. Dat woord, wat? Waar heb ik dat woord?